Ik ben weer bij de tuin van Food for Good en Pascal vertelde me dat er eetbare bloemen zijn. Dus ik ga even kijken. Dit weekend hebben we eetbare bloemen. De bloemen zijn mooi om naar te kijken, maar je kan ze ook leuk verwerken in de salade of bij je soep. Normaal gesproken is het niet de tijd voor eetbare bloemen, maar door de zachte winter kun je er toch al behoorlijk wat vinden. We hebben bijvoorbeeld komkommerkruid, de korenbloem, de goudbloem. Ze geven een wat zurige smaak aan je gerecht en zitten vol met vitamines, antioxidanten en daarom is het een goede tip voor dit weekend. Ik ga vandaag maken een salade met peer, geitenkaas en eetbare bloemen. Voor de salade gebruiken we aardbeien, aubergine, gemengde sla, balsamico stroop, walnoten, munt, de eetbare bloemen, peer uit blik, lekker makkelijk, zoet en zacht, en zachte geitenkaas. En je kan de groenten en fruit natuurlijk vervangen naar eigen smaak. Doe wat olijfolie in de pan, voeg eventueel peper en zout toe. Even lekker aanbakken. Voor de dressing gebruiken we olijfolie, mosterd, peper en zout, rode wijnazijn en honing. Voeg alvast een klein beetje dressing toe. De walnoten zijn afgekoeld, die hak ik grof. Dan pakken we de peer, de aardbeien, de geitenkaas, een klein beetje munt, natuurlijk die gezellige eetbare bloemen erbij en als laatste nog een beetje balsamico stroop. Dit was hem weer voor dit weekend. Maak er wat feestelijks van en eet smakelijk.